fase hoeveel? Dit is wel fase 2 nog. Ja. Ja, het eindje van fase 2. Ja, het eindje van fase 2, want het voorjaar komt er weer aan. Ja, dan moet alles in de grond. Hè? Ja, het is nu de tijd, het is maart bijna. Wij hebben nu vrijdag en zaterdag met heel veel vrijwilligers heel veel struikjes geplant. Ja. Vooral hier rondom het hondenveld. Hè? En dat er zoveel vrijwilligers zijn, dat is ook geweldig, toch? Ja, ja, daar hebben we, mag wel zeggen, jarenlang aan gewerkt. Ja. Want het begon 3 jaar geleden met eens in de maand. Ja. En hadden we man of 8. Ja. Nou, nu hebben we er wel 20 die reageren op een oproep. Kom allemaal, lekker workouten, gratis in de natuur. Het is goed voor de spierballen, conditie en zo wordt het nog een prachtig park. Lekker aan tuinieren? Ja, heerlijk. Ja, lekker is weer. Is dat omdat het moest of omdat het kan? Nou, nee, ik had me wel al eerder vrijwillig opgegeven, maar toen ging het niet door vanwege corona. En nu was er een hele vriendelijke buurvrouw die me eraan herinnerde en die vroeg of ik wilde helpen. Dus ik dacht, waarom niet? Hoe bent u hier zo verzeild geraakt? Ik woon hier vlak in de buurt. Ja. Ik ben een buurvrouw van Lia. Oké. Net als Am. Dus u moest mee? Precies. Ja, als geen keus. Nee, de relatie met de buren goed wil houden. Ja. Ja. Wat maakt het werk zo leuk om te doen? Nou, het is gewoon leuk om het op te bouwen, om het park op te bouwen. Ja. Ja. En om het mooier te zien worden. Ja, dus u blijft komen. Ja. Die staat er weer voor de komende 100 jaar. Ja. Leuk werk? Ja hoor. Ja? Ja, heerlijk. Met enige regelmaat? Ja. Ja. Ben ik. Dit is mijn 5e keer of zo. Oké. Ja, ik woon vlakbij. Ik hou van natuur, van wandelen, van mooie omgeving. Ja. Dus ik doe het echt van uit mijn liefde. Of, Ja, wat heerlijk, leuk. Hoor. Ja. Wat leuk. En hoe hiermee in aanraking gekomen? Op school van de kinderen had ik ooit een folder gevonden dat er hier een vrijwilligerswerk is. Ja. Dan dacht ik, oké, dat is mooi. Dan kan ik ook voor de kinderen een mooi voorbeeld geven. Ja. Zo kunnen wij het ook doen. Schot in de roos, hè, voor zoals het nu lijkt. Want je ziet doorlopend hordes mensen hier. Ja, het wordt zoveel gebruikt. Ja. Ja. Ik sprak net nog mensen die met een metaaldetector hier waren. Die hebben alweer hele mooie dingen gevonden. Oké. Dus, wat staat er nog meer te gebeuren op korte termijn? Dinsdag en woensdag wordt veel puin weggehaald. Ja. Dan gaan ze met grote tandenmachines de boel omwoelen. Ja. Niet te diep, maar... En dan gaan we met vrijwilligers erachteraan om puin te ruimen. Zodat we binnenkort ook kunnen gaan zaaien. Ja, het is leuk om hier... te lopen nu al. Ja, nou, ik vind echt, je kan je erover blijven verbazen hoe mooi het is geworden, vind ik. Ja. Echt waar. Ja. Ja, en dan staat er nog niks in het groen, hè? Nee. Inderdaad, het wordt natuurlijk, als het echt klaar is. Het wordt alleen maar leuker. Dat je ziet hoeveel kinderen er spelen hoeveel mensen er zichzelf uitlaten. Ja. Ja, dus vandaag weer hier een zaadje geplant, zou ik maar zeggen. Precies, ja. Gisteren zijn er een aantal bezig geweest en vandaag ook weer. En dat dan zo nu en dan tussendoor de zon even schijnt, is ook niet erg. Nee, maar vooral dat het nu een week lang droog is. Want het is hier heel erg nat geweest en wij dachten, nou, als dat maar goed gaat... Ja. Maar als de eerste grote hoeveelheid water weg is, dan komt de natuur in evenwicht. Dat is het eigenlijk. Precies. En nou ja, dat zie je nu hier rondom. Ja. Dat het behoorlijk droog is. Ja. En dat je weet wat dat gaat worden. Nou moet er allemaal groen worden. We zijn bezig met het uitzoeken van de graszaden. Ja. En kortom, aan publieke belangstelling? Geen gebrek. Nee, dat gaat goed. Leuk als de mensen hier ook langskomen en vragen. En nog leuker als mensen ook ze nu en dan meehelpen. Ja, daar hebben we geen gebrek aan. Ja. Dat is hartstikke leuk en gezellig. Ja.